Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag wil ik jullie twee hele leuke vlechten laten zien. Ze zijn bijna hetzelfde. Het enige verschil is dat de ene een opvlecht is en de andere een invlecht. En ik ga jullie laten zien hoe je deze vlechten maakt. Je begint door al het haar naar achter te kammen en dan pak je gewoon drie plukjes op bovenop het hoofd en die ga je vlechten. Je doet de plukken onderlangs, want het wordt een opvlecht. En om de zoveel slagen, zeg maar 3 à 4 slagen, pak je er een plukje bij vanaf de voorkant, vanaf de voorcontour. En die til je gewoon over het naar achter gekamde haar heen. Je laat dus dat haar gewoon zichtbaar, hierdoor ontstaat het leuke effect. En je doet dus iedere keer om de zoveel plukjes, om de zoveel slagen, pak je er dus een pluk bij. En dan ga je zo helemaal door tot onderin. Nu heb je alleen nog loshangend haar over, dus ik pak gewoon plukken vanaf de buitenkant erbij. En ik doe ook niet altijd meer 4 slagen, ik pak wat vaker nu de plukken erbij. Zo heb je meer stevigheid voor je vlecht. Misschien zagen jullie het al, maar ik heb een fout gemaakt in mijn vlecht. Ik laat hem in dit geval zitten, want ik vind hem op zich wel leuk staan zo. Maar ik zag het te laat. Dit hoort dus niet zo. Kijk, dit is de pluk die verkeerd is gegaan. Nu gaan we verder aan de tweede vlecht en dit is dus een invlecht. Dat zal voor veel van jullie makkelijker zijn, omdat jullie toch gewend zijn om bovenhands te vlechten. Dus nu leg ik de plukken iedere keer over elkaar heen. En wat ik bij deze vlecht wel ontdekt heb, is dat het toch wel fijn is om echt je slagen te tellen. Net deed ik het een beetje uit de vrije hand. En nu doe ik het elke vierde slag. En op die manier pak je dus aan de ene kant als eerste een pluk links. En na 4 slagen pak je uiteindelijk dan de eerste pluk rechts weer. En dat is een groot voordeel, omdat je dan niet een heel scheef effect krijgt. Kijk, links en rechts zijn beide nooit gelijk. Alleen op deze manier kun je er wel voor zorgen dat er evenwicht ontstaat. Doordat hij de ene keer links hoger zit en de andere keer rechts hoger zit. Dus ik raad jullie aan elke vierde slag er een pluk bij te pakken. Voor de rest gaat hij hetzelfde als de andere vlecht. Het altijd erg leuk om een vlecht nog wat uit te trekken. Op die manier maak je hem wat zomerser, wat meer Ibiza Bohemian als het ware. Vind je dit nou zonde, dan laat je het gewoon weg, want deze stap hoef je natuurlijk niet te doen. Kijk, en zo zie je goed het verschil. Links is de invlecht en rechts is de opvlecht. Ook de opvlecht heb ik later wat uitgetrokken en dat zie je vooral hier heel goed. Ik vond hem toch wel wat leuker op deze manier.
Voor nu wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Mochten jullie nog geen abonnee zijn, dan vind ik het superleuk als je abonnee wil worden. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer met een nieuwe tutorial en dinsdag met een extra video. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doeg!